de keuze voor een beamer of een projector voor het kijken van films thuis is anders dan het kiezen van een projector voor de zakelijke markt. Dus als we een presentatie geven op locatie, dan is het belangrijk dat de lichtsterkte hoog is. Want je moet altijd voorbereid zijn dus dat je in omgevingslicht gaat werken. Home-markt is heel anders, omdat je dan in een gecontroleerde situatie zit. Je hebt het licht zelf in de hand. Dus je gaat werken met misschien halve duizenden ruimtes. Je gaat misschien echt alles goed verduisteren. Je popcornautomaat in de hoek en dergelijke. Om echt het bioscoopsfeertje te creëren. Nou, dan is lichtsterkte helemaal niet belangrijk. Sterker nog, hoe meer licht erin komt, hoe lastiger het wordt om naar te kijken. Je krijgt dan echt pijn in je ogen. Belangrijker bij een home bioscoop is contrastverhouding. Dat is een stuk belangrijker. Je gaat namelijk in een donkere ruimte zitten. Dat wil zeggen dat lage lichtsterktes, dus donkere scènes, veel meer geaccentueerd worden. En een zwarte scène zal dan donkergrijs worden als de contrastverhouding te laag is. Dus let bij de aanschaf van een home projector dat de contrastverhouding hoog is. Je gaat die sfeer creëren. Dan het volgende waar je moet letten is wat voor geluid maakt de projector? Zo'n projector, daar zit een lamp in. Die lamp moet gekoeld worden. Nou, lamp moet gekoeld worden, ook vanwege het levensduur. En dat betekent dat hij wel ventilatoren aan boord heeft. En de eerste generatie projectoren waren dat best wel lawaaiige ventilatoren, waardoor mensen er hinder van hebben. En je wil in de film toch genieten van ook de stille scènes. Nou, de moderne projectoren, daar zitten hele stille ventilatoren in. Het design is intern zo geoptimaliseerd dat er zo min mogelijk turbulentie ontstaat. Ook dat helpt in het stil maken van de ventilatoren. Positioneren van de beamer is wel enigszins kritisch, maar men is flexibel met de lens. De lens die in zo'n projector zit is meestal een zoomlens met een vrij grote zoomfactor. Dus men kan vrij ver naar voren en achter toe qua positionering en focussering kan dan heel goed. En dan moet men de lens ook echt op het scherm plaatsen. Het beeld moet op het scherm komen. Nou, dat doen we met een shift functie. De lens kan best zijn dat de projector bijvoorbeeld niet recht voor het scherm kan hangen. Hij moet iets opzij vanwege iets decoratiefs wat er hangt of staat. Nou, in dit geval zit er een shift op en in deze projector bijvoorbeeld zitten er wat draaiwieltjes. Nou, het is een eenmalige instelling en hiermee kan men het beeld horizontaal en verticaal verschuiven. Dusdanig dat je zo optimaal mogelijk projecteert. En daarmee kunnen we dan genieten van een beeld zonder allerlei vervormingen. Het meest optimale is het raadzaam om toch een echt scherm te gebruiken. Nou, een scherm is meestal een wit of een lichtgrijs doek. En daar zit dan een zwarte rand omheen. Nou, er zijn verschillende vormen van. Allereerst het doek zelf. Hoe meer het doek reflecteert, hoe eigenlijk je meer te maken krijgt met het feit dat je in de lamp gaat kijken. Een doek met een vrij neutrale gain, of versterkingsfactor, zeg maar, is het meest prettige en meest rustgevende voor de ogen om naar te kijken. Gaan we een doek geven met een hele hoge reflectiewaarde, dan zullen we zien dat we eigenlijk in de lamp gaan kijken. En dat is natuurlijk niet zo prettig en vermoeiend, zeker als we een avondvullend naar een film gaan zitten kijken. Dus het belangrijke is dat het doek zo neutraal mogelijk is. En die mag best wel een lichte grijs tint hebben, dat zal iets meer de contrastverhouding zelfs benadrukken. Maar een doek is absoluut optimaal daarvoor. Nou, de zwarte rand is belangrijk omdat je daarmee het contrast eigenlijk de indruk verhoogt. Omdat hij dit zwart is, zal de focus van het menselijk oog zal vallen op het beeld zelf. Het beeld komt meer naar voren toe vanuit de situatie waar het scherm geplaatst is of hangt. En in dit geval is zelfs een zwarte omranding voorzien van een zwart velours. Omdat het nog meer dan normaal zwart de restkleuren absorbeert. Dus allerlei soorten artifacts, zoals we dat noemen, die kunnen ontstaan aan de zijkant van het scherm, die zijn er helemaal weg. Als bijvoorbeeld een hele goedkope kunststof rand zouden nemen, dan zal het licht wat van de projector komt op die rand weer kaatsen.